Hoi allemaal, ik ben in mijn winkel. Zoals je kan zien. En ik ben nu klaar met werken. En ik ga naar de kapper. Want mijn kapster die altijd mijn haar verft, had ik gezien op die modeshow waar ik was met Celine. En toen zei ze van, zullen we een glansje in je haar doen? Want het wordt best wel dof, omdat het eigenlijk tot hier was het blond. En dat is een beetje, ja, dat is, ik had het zwart geverfd natuurlijk. Dit is mijn uitgroei. En nu wordt dit weer lichter. Op zich vond ik het wel mooi, want dat zwarte vond ik echt heel erg hard. Maar ze zei, we kunnen wel een glansje erin doen. Dus dat ga ik doen. En we gaan een winactie doen. Zou je zeggen, zij is echt een van de allerbeste verfspecialisten die ik ken. Het is echt niet normaal. Uit heel het land komen mensen ook voor haar er naartoe. Dus ik ga zo even met haar bespreken wat die winactie inhoudt. Ik heb trouwens deze schoenen aan. En ik heb ze al zo lang. En ik draag ze echt nooit. Want ze zijn echt een rare kleur grijs. Echt spijt van mijn aankoop. Ik heb trouwens dit allemaal binnen. Dat zijn allemaal horloges. Tenminste, één zonnebril, drie horloges. Dus daar komt een nieuwe video van aan. Ik ga eventjes mijn spullen pakken en dan ga ik richting de kapper. Suus Salon is de kapper trouwens. Ik ben bij mijn kapster, Marianne. En wat gaan wij doen met mijn haar? We gaan jouw haar vandaag even een oppepper geven. Aangezien ik het niet meer blond kleur, ja, heb ik heel weinig te doen. Ja. En tenminste, ik heb wel genoeg te doen. Maar het heeft af en toe wel een verzorging nodig. Dus ik ga het Olaplexen. En ik geef je een super mooie glans. Met een heel klein beetje pigment erin. Zodat het net even een mooie shine krijgt. Maar niet weer helemaal zwart. Nee. Ik hou deze kleur aan. Gewoon heel licht pigmentje. Ja. Dus dat het, en dat het mooi gaat glanzen. En Olaplex, of course. Dus dat is top. Oké. Dan laten we dat gaan doen. En dan dadelijk meer over de winactie. Bier. Bier. Het lijkt echt bier. Bier gaat toch heel erg glanzen. Het gaat allemaal vet kwam, we gaan heen en weer. Sporten. Ik heb nu een masker in mijn haar. Ik heb deze. Dit is mijn all-time favoriet. En we hadden dus nog een winactie voor jullie. Als jullie mij een beetje langer volgen, weten jullie dat ik altijd blond ben geweest. Een beetje asblond. En zij is echt letterlijk de beste verfster, wou ik zeggen. Dus, de verfspecialist. Ik ben de beste verfster. Die ik gewoon verfspecialist. Is dat beter? Color expert. Color expert. Die ik ken. Colorista.
die ik ken. Echt waar, balayage kan zij zo mooi doen. Echt, dus ik zal even wat foto's nu laten zien van haar werk. Dat kan je dus winnen. Dus ter waarde van max €250. Met Olaplex, toner, mooie model en hartstikke leuk. Ga even naar mijn Instagram, daar staat alles wat je moet doen. Je moet uiteraard Marianne haar Instagram volgen. En van Miss Mary, Miss Mary Colorist. En mij even volgen en laat dan onder de foto, onder mijn laatste post, laat even weten waarom je dit graag wil winnen. Ja, en dan zoeken we de leukste uit, hè? Ja. De meest originele. Die wint het. En ik denk dat ik ook wel, het ligt er even aan welke dag het gebeurt, maar anders kom ik ook even langs. En dan film ik ook een stukje. Dus dat vind ik leuk. Leuk. Ben benieuwd. Ik ga mijn haar nu thuis uitkammen, omdat dat gewoon verschrikkelijk is. We hebben het wel eens geprobeerd hier om te drogen, maar dat was wel echt een drama. Ja, ik moet echt gewoon mijn eigen routine doen. Ja. Dus ik neem altijd gewoon mijn eigen masker mee en dan, ik denk dat ik het vanavond erin laat. En dan morgenochtend wil ik het even uitspoelen en dan laat ik even jullie het resultaat zien. Hoeveel, dus dat zien jullie zo meteen. Goedemorgen, het is inmiddels ongeveer 3 dagen dat ik, geleden dat ik mijn haar heb geverfd bij Marianne. En zoals je kan zien, zit het na 3 dagen nog steeds goed. Ik merk ook echt dat het weer wat steviger is geworden. En er zit inderdaad echt een glansje in. En dat stevige komt natuurlijk door Olaplex dan. En dus ik ben heel erg blij. De winactie is, duurt 2 weken. Dus ga nu naar mijn Instagram. Mijn Instagram is Somaira. En laat onder de post weten waarom jij mee wil doen. Ze is echt super goed. Ik word hier niet voor betaald of zo. Ik ging echt al, ik ben 6 jaar lang blond geweest en ik heb altijd mijn haar, haar geverfd. En omdat het best wel prijzig is, is het juist leuk dat nu iemand die misschien niet zo breed heeft, ook een keer haar daar kan verven. Dus ja, ga allemaal naar mijn Instagram.